Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Larissa en vandaag ga ik de BenQ W2700 projector uittesten. Het is een 4K projector en ik heb gisteren al even een klein beetje gekeken, al een beetje gekeken hoe die werkt en zo. Nou, dat is dus echt allemaal heel makkelijk. Je pakt deze kabel, die krijg je dan natuurlijk gewoon bij. En die stop je erin en dan gaat deze in het stopcontact en dan kan je daarin dus iets aansluiten. Ik heb zelf mijn laptop aangesloten, maar daar zit dus ook een ingebouwde mediaspeler in, waardoor je dus ook een USB stick erin kan doen en dan kun je gewoon vanaf daar films afspelen. Nou, toen ik hem dus gisteren al een klein beetje heb uitgetest, heb ik eigenlijk gewoon op YouTube een beetje natuurfilmpjes in 4K gekeken en dat was echt prachtig. Dat ga ik dadelijk ook nog wel even laten zien, maar wat ik nou eigenlijk heel graag wil uittesten is Star Wars. Zoals de meesten weten, ik ben een hele grote Star Wars fan. En het lijkt mij wel heel gaaf om hier op de grote muur gewoon Star Wars af te spelen in 4K. En dat lijkt me gewoon heel vet. Dus dat is wat ik vandaag wil gaan doen. Maar ik wil wel eerst ook nog even wat dingen over de projector vertellen. Zoals ik al zei, hij is dus in 4K. En hij maakt gebruik van Cinematic Color. Dus de kleuren zijn echt prachtig. Zoals ik al zei, ik heb die natuurdingen gekeken. Gewoon die kleuren, het is echt... dat is gewoon mooi. Ik zat hier met mijn vader op de bank en we waren van oké, even kijken hoe die werkt, weet je wel. Dus we zetten het op en we hebben hier gewoon een uur zo gezeten, naar de muur zitten staren en het was gewoon zo rustgevend. Nou, zoals je dus ziet, dit is de achterkant. En wat ook wel belangrijk is om erbij te zeggen, is dat je dus je audio kan linken met stereo. Ik vind zelf de audio van de projector echt prima. Dus gewoon goed geluid, gewoon mooie kwaliteit. Maar natuurlijk als je een surround set hebt of zo, dan ja, is het wel logisch dat je dat graag zou willen. Dus dat is gewoon ook allemaal mogelijk. Nou, dan ga ik hem dus even aansluiten. En dan kunnen we zo meteen eens even wat dingen daar gaan afspelen. Hier bovenop kan je aan deze wieltjes draaien. Met de voorste kun je het scherp stellen. Dus ja, het is heel makkelijk scherp te stellen. En ja, met de onderste kun je het groter en kleiner maken. Dus we gaan hem even op zijn groot zetten. Ik heb wel wat dingen aan de muur hangen, maar daar kijken we wel even overheen. Dit is dus de afstandsbediening die erbij zit. Met lampjes, zodat als we het dadelijk helemaal donker gaan maken, dat je wel nog gewoon kan zien wat je doet. Maar daar zijn dus allemaal opties die je kunt gebruiken. Je kan dus bijvoorbeeld heel makkelijk de brightness aanpassen. Dan krijg je een... balkje en dan kun je hem gewoon ja, hoger of lager zetten. Ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat je kijkt, maar bij deze video heb ik gemerkt dat als hij op de helft staat, dat hij wel echt het mooiste is. Daarnaast kun je ook het contrast aanpassen. Gewoon hetzelfde idee en dan... ja, het gaat allemaal heel makkelijk zoals je ziet, dus dat is wel echt heel nice. Dus ja, dit zijn de opties. Ik denk dat het meeste wel voor zich spreekt. Er is ook een 3D optie voor de liefhebbers. Je kan echt gewoon alles... ja, doen op jouw manier hoe jij het wil. Dus dat is gewoon echt heel fijn. Nu wil ik jullie toch nog wel even mijn favoriete stukje laten zien van deze video. Gewoon de kleuren. Ik blijf het zeggen, maar de kleuren zijn echt geweldig. En nu, het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Jongens, ik hoef niet eens meer naar de bioscoop. Dit is gewoon een bioscoop. Sorry, ik moest hem daar wel stoppen, want Star Wars maakt mij te emotioneel. En het kan ook aan mij liggen, maar als ik gewoon een film op zo'n groot beeld zie en gewoon dat geluid erbij. Het geluid wat je hoorde was het geluid van de projector, dus zoals ik al zei, dat geluid is gewoon echt prima, meer dan prima. Maar gewoon dat grote beeld, dat harde geluid, het geeft me echt een bioscoopgevoel. En daardoor word ik ook veel meer meegetrokken in de film. En dat vind ik gewoon heel nice. Dus ja, kortom, ik ben gewoon heel positief over deze projector. En ik had ook echt niet verwacht dat ik er zo hyped over zou zijn. Gewoon meteen al toen ik het
voor de eerste keer uittesten. Ik was echt meteen van, wat, dit is zo mooi. Dus ja, dat was mijn review van de BenQ W2700. Alle links staan in de beschrijving. Als je meer informatie wil of je wil hem zelf ook kopen, dan moet je dat zeker even checken. Dus dan was dit de video. Vond je dit nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. Check de links en dan was het dit. Doei!